Maar dat gaat door. Jezus, Echo, Jezus. Jezus. Vandaag heeft de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, de meester Niamat, denk ik op heel duidelijke, eenvoudige en vooral overtuigende wijze op een rijtje gezet. Echt een sterk juridisch een repliek is gegeven, waarbij met name de begrippen medeplegen, als mede het begrip voorbedachte raden, zijn uitgeplozen en wat mij betreft helder is aangegeven, om het even bij de verdachte Boutersen te houden, dat hij aan alle elementen voldoet om beschouwd te worden als te zijn een mededader aan 15-voudige moord. En waarom moord? Omdat het gepleegd is in kalm beraad. En dat heeft zij onder andere geconcludeerd uit het feit dat vanaf het moment van ophalen van de mensen tot het moment van vermoorden van de mensen op verschillende tijdstippen op 8 december de verdachte Boutersen meer dan voldoende de tijd heeft gehad om de consequenties van zijn handelen en van zijn voornemen te overwegen. En dat daarin, kijk, voorbedachte raden kan je bijna nooit bewijzen doordat iemand zegt ik heb voorbedachte raden gehad. Men ontkent altijd. Maar de kunst van het strafrecht is om door op grond van feiten en omstandigheden een samenhang te zien. En die samenhang, dat leidt dus tot de conclusie dat er sprake is geweest van voorbedachte raden. Meester Ken Hai, waarvan bent u nog? Luisteren naar waanzinnigheden. Oh, van wie? Wie heeft waanzinnigheden verkondigd? Van de vervolging. Ja? Ja. Juist, houden we van meneer Esset dat ze een diehard goede case hebben opgebouwd? Dat kan niet gezegd hebben, maar ik ben daarvan niet onder de indruk. Wanneer u de zaak op zijn meriet is beschouwd, hè? De vraag is natuurlijk dat tot nu toe in al de proceshandelingen geen duidelijkheid is gekomen van wat is er gebeurd in het fort op 7, 8, 9 december. Daarin is er absoluut geen duidelijkheid gekomen. En ik laat maar zeggen dat die duidelijkheid niet is gekomen omdat we er niet van kunnen uitgaan dat militairen moeten oefenen om op 2 meter afstand iemand te schieten, dood te schieten. Daar heb je als militair geen oefening voor nodig. En dus is er iets gebeurd dat we niet kunnen verklaren en we hebben daar ook geen moeite voor gedaan om te kunnen verklaren wat er is gebeurd. En wanneer ik de vervolgingsambtenaar zo hoor dat er schietoefeningen zijn gehouden, nou dat is op zijn zachtst gezegd lachwekkend. Omdat je als militair absoluut niet hoeft te oefenen om iemand op 2 meter afstand door te schieten hoor. Dat kan ook een kind van 5 jaar doen op 2 meter afstand. Volgens het OM is het eigenlijk overduidelijk dat er voorbedachte raad is geweest. Ja, volgens het OM zegt dat. Maar dat zal uit een bewijsmiddel moeten blijken. Het OM zegt dat wel. Maar uit welk bewijsmiddel blijkt het? Uit welke? We hebben zeker 3 verklaringen gehad van de kroongetuige Roosendaal. Die ook tot de groep van 16 behoorde en die alle vergaderingen heeft meegemaakt. En die niet heeft gezegd dat we zouden praten over het executeren van mensen. In ieder geval vond ik knap van meester Niamat hoe ze heeft aangegeven
en uitgerafeld dat juist de verklaringen van getuigen die de heer Boutersen in zijn voordeel heeft laten horen, en dat zijn de getuigen van Haperen, maar ook de getuigen Graanhoest, dat ze juist heeft aangetoond met die verklaringen van die getuigen, dat er juist uit hun verklaringen te halen valt en te concluderen valt dat er sprake is geweest van voorbedachte raden. En kortom heeft ze ook wat mij betreft terecht aangegeven dat het feit dat de heer Boutersen de verklaring heeft afgenomen van Kamperveen en dat vaststaat, althans er geen twijfel aan kan bestaan, dat die verklaringen van Kamperveen die door Boutersen is afgenomen een gedwongen verklaring is geweest, dat ook dat uiteraard bijdraagt aan het bewijs dat hier sprake is geweest van voorbedachte raden. Als ik naar u luister, zegt u, blijft bij u onschuld, u bent onschuldig. Oh jawel. Maar kon u zich wel terugvinden in bepaalde delen van het OM, die zijn aangehaald? Nee, het OM begrijpt helemaal niet wat er aan de hand is, wat er precies. Kunt u 1 minuut staan even voor ons? Even 1 minuut. Ja, dus het OM? Ja, de OM begrijpt niks, zegt u. Zeg, ze begrijpen niet waar het om gaat en leggen de nadruk verkeerd. Bestaat de kans dat de heer Boutersen hier gevangen wordt genomen? Nou, ik neem aan dat als op de laatste zitting hij verschijnt en hij op die zitting dus, waarbij dus het vonnis wordt uitgesproken, schuldig wordt bevonden en hij hier aanwezig is, dan neem ik aan dat hij het gebouw in gevangenschap verlaat. Dat hij hier in dit gebouw wordt aangehouden, uiteraard. Maar u kunt het ook zien, als u de zittingen heeft gevolgd, als de zittingen van de 8 december strafproces gehouden worden, zijn er in principe meer dan 100 veiligheidsmensen van verschillende veiligheidsdiensten in en rondom dit gebouw aanwezig. En dat zal bij de laatste zitting niet anders zijn. En als dus het vonnis is schuldig en gevangenneming, dan zal dat ter plekke plaatsvinden. Wat zal er met de NDP gebeuren, mocht u opgesloten of opgepakt worden? Nou, ik heb er eerlijk gezegd niet over nagedacht. De NDP is een sterke organisatie, dat gaat verder. En als ze me oppakken, zou ik zeggen, rekenen, ik rook Morello, dus als je maar voldoende voor me brengt. Dus die mogelijkheid bestaat? Die mogelijkheid bestaat? Ach, we hebben zoveel dingen gezien de afgelopen dagen en de afgelopen periode die onmogelijk waren, die toch mogelijk zijn geworden, dus why not? Zal u de laatste dag wanneer sprake wordt gedaan in deze zaak aanwezig zijn? Ik, als ik in de gelegenheid ben, wel ja. Hangt er helemaal vanaf. Daar wordt druk op gespeculeerd vanuit sommige hoeken. Dat de aanhouding zou zorgen voor weet ik allemaal wat. Nou, ik moet zeggen, ik kan niet uitsluiten dat er wat protest komt. Uiteraard, iedereen mag protesteren daartegen als ze het niet mee eens zijn. Maar van een ernstige ongeregeldheden geloof ik niets van. En waarom? Omdat ik denk dat ook het overgrote deel van de eigen aanhang van de heer Boutersen ervan overtuigd is dat hij die moorden gepleegd heeft en zich zal neerleggen bij de rechtsstaat. Daar ben ik van overtuigd. Natuurlijk, we kunnen niet uitsluiten dat er mogelijk wat schermutselingen zijn, maar zoals ik heb aangegeven, de instituties die voor de gevangenneming verantwoordelijk zijn, die hebben aangegeven dat alles in place is. U zal zich buigen voor wet en recht? Oeh, jawel. En? Oké. En uw achterban ook? Voldoende voor. Jezus! Jezus! Jezus!
Zo, bedankt voor jullie morele ondersteuning en de power. Hey, jij mag pletten. Abo. Hij is de president. Ja? Jij zit in de laan op boter zo. Zo, we hebben hier de heer Akin Boto. Ja! Oh, dus ze snappen er niks van. Vijf, zeg maar. Zo. Nou, de heer Wout is dus uitgestapt om de mensen die hier op ons zijn geweest. Oké, alles goed, president. Alles goed? Ga niks twisten. Alles goed, toch? Ga niks twisten. Oké, mensen, bedankt. Ja, Bonnie. Wel thuis. Groet die vrouw voor me. Zal ik zeker doen. Oké. Ja. Laat leven de president, Bouterse! I'm going to go to the hospital.